Het is het mooiste jaar van mijn leven. Sinds ik alles mag, voel ik me nergens schuldig over. Ik hoef me niet in de duisternis te verstoppen, het ligt me altijd aan. Zijn jullie lovers? Dat was een paar. Misschien het geniet. Maar jij bent mijn vrouw. Is decemberhonger het drama van een man die verscheurd wordt tussen een jonge vrouw en een volwassen geliefde? Is dit de rol van de man in zijn midlife crisis? Ja. Zullen we badminton? Weet je wat ik tegenovergesteld van jaloezie is? Hij is heel laai. Het is een vorm van gelukzaligheid wanneer je ziet dat een geliefde gelukkig is met een ander. Het is een vorm van empathie. Weet je wat mijn moeder zou zeggen? Walk your talk.